about all the peace that you pledge your only son. Welkom bij het gemeentevoorlichtingsprogramma Samen over de Brug. In deze aflevering besteden we aandacht aan het zwerfafval in de nieuwe wijk Waterdal 3 in Someren. Volgens wethouder van Milieu, Wim Jaspers, is dat iets van de laatste tijd. Eigenlijk in bouwwijken, uitbreidingswijken, zien we vooral van beginnen van als daar de eerste huizen gebouwd worden, eigenlijk dat we daar gewoon weg op de omgeving, het gras in het veld, gewoon weg bouwafval neergestort. En dat wordt eigenlijk de laatste tijd, constateren we als gemeente in ieder geval steeds erger. En hoe erg is het? Nou ja, vanaf de laatste jaren moeten wij daar toch een flinke kostpost in doen. En dan kost het ons toch tienduizenden euro's om het geheel weer op te ruimen. En zo gauw was de grond uitgegeven wordt voor ja, de mensen die opnieuw willen gaan bouwen, dan moeten wij de grond schoon opleveren. Ja. Dus ja, daar kunnen ze een flinke kostenpost, zoals ik al aangaf, van 10.000 euro per jaar ongeveer. Wat de mensen denken, overkant ligt in een grasveld, ik gooi het daar maar neer, dan wordt toch opgeruimd? Ja, ik denk toch dat het een stuk gemakkelijker is van de mensen die aan het bouwen zijn. En ja, in feite is toch eigenlijk, we worden er toch een container voor te zetten bij en ruim je eigen rotzooi op. Zo hoort het toch eigenlijk, zo zijn we eigenlijk allemaal opgevoed, maar ja, zo zit het nog niet helemaal in elkaar. Ja, mensen hebben een container gezet en dan komen ze een dag daarna, worden ze wakker, ligt heel container vol. Met spullen die niet van hun zijn. Ja, dat risico lopen we dus dan weer. Dus maar kijk, het is niet erg, al wordt het tijdelijk opgeslagen op de grond. Maar als het dan maar opgeruimd wordt als de bouw klaar is. En dat zien we dus gebeuren, dat er dus niet gebeurt. Kennen gemeentes, ja, of kennen ze die één keer per jaar grof vuil op komen halen? Dat was ook net zo makkelijk. Hè? Want het is iedere keer toch weer een aanhanger die vol moet om dan op de juiste te gaan. Ja, het is inderdaad zo. Ja, je moet het zelf naar de milieustraat brengen. Ofwel bouwafval, puinafval kun je ook naar andere bedrijven heen brengen. Dat is op zich allemaal niet zo duur. Dat zijn de kosten niet. Dus ja, je kunt er eigenlijk goedkoop vanaf komen. Een bezoek op milieustraat, ja, eenmaal vol aanhanger, 8 euro. Ja, voor de kosten denk ik toch niet dat we het hoeven te laten. En zeker als je met de buurt samen doet. Ja, als je inderdaad samen doet, dan heb je zo de aanhanging vol, denk ik. En dan kun je daar goed op een goede koop manier bij diverse bedrijven of bij de milieustraat inleveren. Ja. Ik heb even rondgekeken, wat komt hier van alles tegen? Van dakleer tot stenen, pallet? Ja, zoals je ziet, je komt pallet, stenen, dakleer. Ja, je komt eigenlijk van alles zand, hè, wat gewoon als de tuinen aangelegd worden. Dat hopen zand er gewoon erg gekiept worden. Ik vraag je om, hè? Hier liggen bulten zand. Ik zou het ook doen, denk ik, als ik een zand heb, even een kruiwagentje erbij. Ziet er niemand? Nee, dat is inderdaad een kruiwagentje. Ja, als het dan zuivere grond is, dan valt het mee. Dan is er nog niet zoveel aan de hand, maar ja, het hoort gewoon niet. Dus we moeten toch met z'n allen aan het milieu denken en het schoon opleveren van onze grond. En daar hebben we denk ik als bewoners van heel zomer een belang bij. Dus je bedoelt, al die bulten zand die ik hier zie, die zijn er illegaal neergegooid of komen die van de aannemer? Nou, ik weet niet of dat deze grote bulten, denk ik niet dat die er illegaal neergegooid zijn. Want dat mag ik niet hopen, want dan hebben we nog een behoorlijke kostenplaats om ze op te ruimen. Ja. Stel er wel eens, kan me voorstellen, als er toch een bult zand ligt, van ja, gooi het maar bij. Ja, het zou kunnen. Ik kan op dit moment kan ik niet hier aangeven of dat ze illegaal er neergestort zijn, ja of nee. Maar ja, ook al is het een kruiwagen eigenlijk, ja, dan hoort het nog niet. Want het is strafbaar. In principe, als je het kunnen constateren, is het strafbaar. Wat kost het dan? Ja, daar heb ik geen idee van wat het kost om het een boete. Maar ja, het is meer de mentaliteit die bij de mensen tussen de oren moet zitten dan dat je dat moet kunnen controleren. Want als wij hier echt iemand op handhavend op moeten gaan zetten, ja, dan hoef ik niet te vertellen wat het één boa per jaar kost. Hè. Dan zitten we gauw ook aan de 50.000 euro. Dus ja, dat is bijna niet te doen. Ik zie huizen zijn gedenkt dat toch niet dicht. Die mensen zien ook dat er gebeurt. Hè. Wat moet ik dan doen? Aangeven? Ja, geef gewoon een reactie richting de gemeente. En je hoeft nog niet zozeer de naam door te geven. Ja, het zou mooi zijn als je ook namen door kunt geven. En dan kan de gemeente in ieder geval actie ondernemen. Ik zou niet die mensen zeggen van neem zelf actie naar degene die het doet. Maar meld het gewoon bij. Naar je hoofd. Ja, het zou kunnen. Ja, dus, ruzie. Ja, ja, daar gaat het ook niet om. Maar het is gewoon dat de gemeente de mensen op aan kan spreken. Kijk, we hebben ze in hier omgeving al diverse een brief gestuurd van ja, dat het niet hoort om bouwafval te dumpen.
op andermans grond. Dus, maar dat heeft nog weinig effect. Dus ja, vandaar ook eigenlijk dat we de oproep doen via Sirius om toch met z'n allen hiermee bezig te zijn.